Het weer voor de komende 10 jaar wordt mogelijk gemaakt door Sigma S2U Allure. Welkom bij het weer voor de komende 10 jaar. Zodra de zon gaat schijnen, worden mensen een stuk vrolijker. Wist u dat sinds de jaren 80 de hoeveelheid zonnestraling is toegenomen met maar liefst 9%? En dat komt omdat onze lucht schoner is geworden. Nou, het is natuurlijk mooi als je wat energie wilt opdoen of een beetje kleur wilt krijgen. Maar zonlicht is niet alleen zichtbaar licht, het bevat ook UV-straling. En dat laat niet alleen je huid verkleuren, maar ook je auto, je kleding en je huis. Overigens, de hoeveelheid zonlicht die het aardoppervlak bereikt is afhankelijk van de bewolking, hoe schoon de lucht is en van je omgeving. Nou, wat betreft de bewolking, hoe dunner, hoe makkelijker het zonlicht daar doorheen prikt. Hoe schoner de lucht, hoe minder het zonlicht verstrooid wordt en hoe meer straling uiteindelijk de grond bereikt. En een omgeving met veel reflectie, zoals bij water of sneeuw, dat zorgt ervoor dat je niet alleen de directe straling krijgt, maar ook de weerkaatste straling. Dubbelop dus. De komende 10 jaar zal de toename van zonnestraling doorzetten. Het gaat nog veel energie geven, maar bescherming tegen UV-straling wordt daarmee nog belangrijker. Ben jij er klaar voor? Het weer voor de komende 10 jaar werd mogelijk gemaakt door Sigma S2U Allure.